Maak een stap, hè. Tot 1980 kan er gewoon niet gestaakt worden. Maar dan mag er gestaakt worden. Nou, wat is nu met staken een ding altijd? Is dat je niet weet wat je moet doen. Je moet naar je werk. Nou, sinds COVID weten we dat werk gewoon thuis kan. Hoe leuk of hoe niet leuk dat is. Ik moet zeggen, met al die kinderen, ik vond het best wel leuk eigenlijk. Maar nu staken gewoon anders. Ik heb er zes. Ik heb er zes die zeiden voor het eerst tegen mij... Nou, je werkt echt. Maar goed, dat was ook heel leuk. Dus in ieder geval, maar dat was toen niet zo. Dus het was heel zoeken. Nee, je weet het, de een zijn stakingsnood is de ander zijn stakingsbrood. Op de kade in Zaandam staat 's morgens nooit meer dan een handjevol mensen. Maar vandaag is de busboot naar Amsterdam populair. Bijna 100 passagiers schepen in. En dat is sinds de ingebruikname nu een jaar geleden niet meer voorgekomen. Ik ben de afgelopen week 2 keer helemaal alleen meegevaren. Maar waar de trein verstek laat gaan, doet de nu alweer met opheffing bedreigde busboot opeens goede zaken. De bemanning weet niet wat ze meemaakt. Ja, om ook te zeggen, een beetje kriebels, hè. Lekker trots. En het is mooier van gezicht. Als je van de wal met de boot kijkt en er zitten mensen op. Je ziet de mensen, dat is toch prachtig, ja. Dat zie je maar weer eens. Ja. Dat is natuurlijk in deze tijd helemaal niet meer. Dat was niet meer de vraag wat je doet. Nou.